Kijkers, goeiedag. Een groep studenten volgt momenteel de diplomatenopleiding op het Suriname Diplomateninstituut. Misschien kunt u zich nog herinneren dat we in een eerdere uitzending enkele studenten hebben gebracht die op stage zijn geweest in China. We hebben vandaag twee andere studenten in de studio. Zij zijn ook op stage geweest, maar dan wel in Marokko. Mag ik jullie van harte welkom heten in de studio? Dank u wel. Jullie mogen je even voorstellen. Wie zijn jullie? Van waar zijn jullie? Ik ben Mudiesa Ankosi en ik ben werkzaam op het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Welkom. Dank u wel. Ik ben Romeo Ramotar van het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, afdeling Juridische Zaken en Consumentenzaken. U ook welkom. Dank u. In welke periode zijn jullie naar Marokko geweest, Mudiesa? We zijn geweest in de periode 25 juni tot en met 8 juli 2018. Oké, en Romeo, hoeveel studenten zijn in totaal geweest naar Marokko? Er zijn in totaal 15 studenten geweest naar Marokko. En van wie 2 diplomaten al reeds zijn en de rest zijn de studenten van SDI. Oké, maar was het jullie eerste keer naar Marokko? Jawel, onze eerste keer. En toen jullie aankwamen, wat was het eerste wat jullie opviel? Hun infrastructuur, dat heeft ons het meest aangesproken bij aankomst. Oké, jij ook, Romeo? Ja, infrastructuur van hun is top. Dat wil, dus wat we eerst opviel is de airport van hun. Normaliter hoor je, Marokko is niet zo ver ontwikkeld, maar toen we daar zelf aankwamen en zelf zagen de infrastructuur, die hospitality van die mensen daar, openheid en alles daarmee te maken is top. Dat is goed om te horen. Ja. Jullie zijn bijna 2 weken in Marokko geweest. Wat was de bedoeling van deze hele stage? Het is een training geweest voor de studenten die uitgekozen zijn uit de groep van SDI zelfs. En die moesten stage lopen in Marokko. En jullie zijn 2 weken in Marokko geweest. Hoe zag die hele training eruit, Mudiesa? We hebben trainingen gevolgd en we hebben ook field visits gehad. En wat moet ik verstaan aan die trainingen? Hoe zagen die trainingen eruit? Onze topic was digital diplomacy. En in het kader daarvan hebben we trainingen gevolgd door mensen die verbonden zijn aan verschillende organisaties in Marokko. En die field visits, Romeo, wat hebben jullie allemaal gedaan tijdens die field visits? We zijn geweest naar belangrijke plekken in Marokko. En waar eigenlijk die plekken zijn toeristische trekpleisters van de Marokko zelfs. En die ook de cultuur wordt in dit geval uitgebeeld. We zijn geweest naar de moskees, een van de grootste moskees in dat gebied, na de Mekka. We zijn ook geweest naar verschillende paleizen die we zijn geweest. We zijn ook geweest naar die grootste producerende bedrijf die fertilizers produceert. En dat was in een nutshell, dus die zijn die plekken. Verder zijn we ook geweest naar die festivals die we ze houden. Dat heeft ook te maken met de culturele diplomatie die zij ook voorstellen, eigenlijk in dit geval. En ook naar verschillende andere watermuseum. Daar wordt er aangegeven wat de belangrijkheid is van water in Marokko en hoe de ontwikkeling zich heeft voltrokken gedurende de jaren. En als ik zo naar je luister, dan hechten Marokkanen veel waarde aan hun cultuur, want je hebt constant over hun cultuuruitwisseling. Wat is zo opmerkelijk aan de Marokkaanse cultuur? Er is veel diversiteit. Net als Suriname hebben ze ook diversiteit van verschillende culturen. Ze hebben ook verschillende talen, bepaalde dialecten die ze ook hebben in de verschillende gebieden. En dat is een van de belangrijkste punten die ze gebruiken om de toerisme in hun land, in Marokko zelfs, ook te promoten. En Mudiesa, ik neem aan, naast al die trainingen, naast al die field visits die onderdeel waren van jullie stage, dat jullie ook hebben gewandeld in het land. Dat jullie een beetje hebben kennis hebben kunnen maken van het land. Wat hebben jullie allemaal zo gedaan? We zijn geweest naar de mall, we zijn geweest naar de Medina. Medina zijn we ook geweest. En wat is dat, de Medina? Is een markt, een open markt, die waar er verschillende, van verschillende streken mensen komen, dus verkopers, alles en nog wat verkocht worden. Van lederen waren, dus producten die echt voor de export zijn gericht, die daar worden daar verkocht, vazen, koperwaren, alles die ze normaal gewoon verkopen, exporteren, hebben ze ook daar in de Medina.
tegen spotgoedkope prijzen. En dat is dan ook om toeristen aan te trekken, neem ik aan. En jullie zijn nu terug in Suriname. Wat is jullie ervaring geweest? Wat is de ervaring die jullie hebben meegenomen naar hier? De ervaring die ik heb opgedaan is namelijk met betrekking tot de digital diplomacy. Ik kan aangeven dat Marokko heel ver is op dat gebied. En Suriname kan dat voorbeeld wel heel goed overnemen. Maar wat moet ik begrijpen onder digital diplomacy, Romeo? Digitale diplomatie is eigenlijk soft power, middels eigenlijk het internet bijvoorbeeld. Neem aan, je hebt bepaalde key points. Als je een bericht wil lanceren, wat is je doelgroep? Tot wie richt je? Wat is je message die je eigenlijk wil geven aan je doelgroep? Eigenlijk, je moet helder zijn, zo eenvoudig mogelijk je bericht overbrengen naar je doelgroep. Dat is eigenlijk. En het belangrijkste punt is, keep it simple and stupid. Dat is een van de belangrijkste keypunten die zij hanteren, digitale diplomatie. En zodoende probeert men middels die digitale diplomatie de visie die men heeft over Marokko naar buiten te brengen, op een correcte wijze naar buiten te brengen. Ja. En daarbij moeten we dan ook rekening houden met de security. En dat wordt heel goed in acht genomen in Marokko. Hoe je dan die verschillende sites kan beschermen, zodat hackers niet echt toegang kunnen hebben tot die informatie die daar wordt gedeeld. Daaruit kan Suriname wel iets leren. Heel veel. Jullie hebben daar kennis gemaakt met de digitale diplomatie. Hoe ver is Suriname? Hoe zijn wij gesteld op dat gebied? Als ik mag. Als je kijkt naar de ontwikkelingen die ze hebben hun systeem. Dus eerst waren ze in het begin hoe wij nu zijn. Ze hebben nadat ze veel aanvallen hebben gekregen in de digitale wereld, hackers hebben hun systeem gehackt, hun systeem is helemaal gecrashed, hebben ze daarna maatregelen getroffen en ze hebben de beste van de beste technische mensen aangetrokken om dan hun systeem zo op te krikken en dan op die level te brengen waar ze nu zijn. En als ik mag vergelijken, we zijn in ontwikkeling, maar hun ontwikkeling is op dit moment veel verder. Omdat in de digitale wereld stop je niet. Je gaat veel verder. So, als wij ontwikkelen, ontwikkelen ze zich ook. Dus op dit moment kan je nog niet vergelijken, maar wij zijn wel op een bepaald niveau, maar zo ontwikkelen ze verder. Er worden steeds stappen vooruit gemaakt. Inderdaad, zoals je zegt, de ontwikkeling blijft doorgaan. En wij als Suriname moeten ook iets doen om met die ontwikkeling mee te gaan. En ik zeg iets doen. Wat moeten wij nog doen, Mudiessa, om tenminste dichtbij te komen waar Marokko nu is? Naar mijn mening hoeft Suriname het wiel niet opnieuw uit te vinden. We kunnen gewoon kijken naar hetgeen Marokko reeds bewerkstelligd heeft. En dat we dan daaruit de voorbeelden halen. Ik zou ook kunnen aangeven dat we ook kunnen kijken naar de jeugd. Om hen de skills bij te brengen hoe ze zelf dingen kunnen gaan ontwikkelen. Ja. Romeo, Mudiessa zegt we kunnen leren uit wat Marokko doet. Wat zijn de grootste verschillen en de overeenkomsten die jij hebt gezien in Marokko, tussen Suriname en Marokko? Hè? Kijk, die verschil is dat Suriname is een Zuid-Amerikaans land. Suriname is het Zuid-Amerikaanse continent. En Marokko op het Afrikaans continent. En het belangrijkste overeenkomst is dat beide landen eigenlijk die culturele diversiteit hebben. En wij kunnen onze expertise die we hebben, die kennis die we hebben met betrekking tot onze diversiteit, en met Marokko uitwisselen. En Marokko kan ook die informatie, of althans die diversiteit, die kennis die ze hebben met betrekking tot hun diversiteit, ook uitwisselen met Suriname. Dus zo kunnen we van ons beide elkaar leren. En wat het verschil is tussen ook Suriname en dingen. Kijk, zij zijn op het Afrikaans continent. En daar hebben ze een tekort aan water. Groot tekort aan zoet water. Wij hebben een overvloed aan water. Zoet water. Dat wij kunnen, ten eerste kunnen we exporteren naar Afrika, dus Marokko in dit geval. En ook kunnen we die kennis met betrekking tot hoe zij
gebruik maken van de grond die zij hebben. Dus, want zij zijn overwegend bergachtig landschap. Wij hebben overwegend, eigenlijk moeten ze kustvlakken, jonge kustvlakten, Guyana schild. En we kunnen gebruik maken van die kennis die zij hanteren in hun land. Want zij gebruiken in kasten om hun landbouw verder te ontwikkelen. We hebben al die mogelijkheden, al die middelen hebben wij. Wij moeten nu gaan kijken hoe wij onze middelen kunnen inzetten om die maximum ook te bereiken welke zij zonder die middelen te hebben ook bereiken. Jullie zijn 2 weken daar geweest. Kunnen jullie stellen dat deze 2 weken heel effectief en leerrijk waren, Mudiesa? Ik zou dat wel kunnen stellen. We hebben een redelijke bagage gekregen waarbij we kunnen zeggen dat we met die kennis ook Suriname kunnen helpen om daar aan top te komen. En natuurlijk zullen we dan ook in contact blijven met Marokko, zodat we de zaken goed voor elkaar krijgen. En Romeo, wat kan je daarop zeggen? Ik sluit ook aan bij mijn collega hier. We hebben een redelijke bagage aan informatie binnengekregen, die we hebben meegebracht naar Suriname. De bedoeling is dat we die informatie zullen omzetten, implementeren. We moeten dan op die verschillende ministeries waar wij te werk zijn gesteld, die informatie verder in het beleid incorporeren en uitvoeren. En de bedoeling is ook, we hebben ook gekregen vanuit het ministerie van HINT, waren we al bezig met dergelijke projecten, zoals bijvoorbeeld circulaire economie, om zo min mogelijk valuta eigenlijk het land te laten doen uitstromen. Maar juist al die valuta eigenlijk binnen te houden. En bij circulaire economie heb je zo dat je recycle, overgaat tot recyclen, minder moeten zeggen, vuil in het milieu komt. En zodoende probeer je dan alles, dus plastic en everything, dat te maken heeft met plastic en dergelijke, te hergebruiken. Recyclen dus. Ja. Als ik zo naar jullie luister, hebben jullie heel veel kennis opgedaan. Als opkomende diplomaten met deze opgedane kennis, wat kunnen jullie betekenen voor Suriname? Ik begin bij Mudiesa. Ik denk dat we dan met de kennis die we hebben opgedaan, dat we zo ook een bredere visie hebben over digital diplomacy vooral. En dat we de tools die we hebben meegekregen meenemen en die dan ook implementeren, zeg maar. En het zo goed mogelijk proberen te doen voor Suriname. En jij, Romeo? De bedoeling is dat wij die opgedane kennis, sowieso wat ik eerder heb aangegeven, zullen implementeren en het beleid doorvoeren. En met zonderdag daarvan we moeten ook kijken naar opportunities die we kunnen creëren voor onze, de personen die na ons volgen, die opleiding zullen volgen. De bedoeling is dat zij dan, wij die stap maken en die verschillende moeten zeggen die wegen eigenlijk voor die mensen openstellen om zodoende dan ook gebruik te maken van die kennis die zij hebben in Marokko om dan gebruik te maken van die kennis, want zij hebben alle deskundigheid, ze hebben dat ook moeten zeggen aan ons aangeboden als indien wij die kennis nodig achten vanuit ministeries, van de verschillende ministeries, vanuit de overheid, dat wij altijd een beroep op hun kunnen doen om dan gebruik te maken van die kennis. Dus die wegen zijn er nu. Nu moeten we als overheid gebruik maken van die opportunities. Oké, dat klinkt in ieder geval heel goed. Mag ik jullie bedanken voor jullie komst naar de studio. En ik wens jullie nog heel veel succes met de opleiding. Dank u wel. Dank u wel. Kijkers, u heeft het gehoord van Romeo en Mudiesa. Ze zijn op stage geweest in Marokko. En ze hebben in dit vraaggesprek hun ervaringen met ons gedeeld. Mag ik u bedanken voor uw aandacht. En tot de volgende keer.